Hallo iedereen, super tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video van mij. Lara, gewoon een zwarte trui, met Forever in New York, erop, dus ja. Lara, gewoon een zwarte trui, met Forever in New York, erop, dus ja. En ik het. Wow. Nou, mijn wenkbrauwen heb ik weer laten doen. Zijn we zo strak, heus netjes. Zien er weer netjes uit. Toppie toppie. En, oh ja, mijn outfit voor vandaag. En ik heb een rok aan. Van de Only. Een bruine rok. Met 1, 2, 3, 4, 5 knopen. Dus ja. En panties eronder. En mijn nieuwe laarsjes. Van een schuurman. Laten we nu met de video beginnen. Het is vandaag een keer een andere video. Leek me wel een keer leuk om dit soort video's te maken. Ik bedoel deze video te maken. Nou, de 10 dingen wat meisjes, tienermeisjes, pubers, pubermeisjes, meiden bedoel ik. Overkomt. Dus ik laat jullie zien wat echte meiden dingen zijn bij Lolle. Dus veel kijkplezier. Oh, dit meen je niet. Ik heb net mijn nagels gelakt. En nou zijn ze al gewoon weer lelijk. Niet normaal, nee. Oh my god, nou moet ik ze weer helemaal overnieuw doen. Daar heb ik helemaal zin in. Gadverdamme. Kijk hoe ze eruit zien. Super lelijk. Echt serieus. Er is echt helemaal niks lekkers mee in huis. Dat meen je niet. Alleen maar broodjes. Ja, chips. Die heb ik gisteren al gehad. Helemaal noppes in huis. Ik heb zomer. Hier ligt ook helemaal niks meer in. Alleen eieren. Nou, ik wil iets lekkers. Chocola of zo. Nou, ik kan nog beter zelf boodschappen gaan halen dan mijn moeder of mijn vader. Er is echt helemaal niks in huis. En ik heb super trek. Ik heb vanochtend alleen nog maar een broodje gehaald. Dus ja. Oh my god. En ik krijg mijn zakgeld pas volgende week. Dus ik kan niks lekkers halen. Moet ik de hele avond maar verhongeren. Mam, wat gaan we eten? Spruitjes. Dat weet je niet. We hebben de hele week al gezond gegeten. En dan moeten we nu op de zaterdag nog spruitjes gaan eten. Gadverdamme. Ik heb helemaal geen zin in spruitjes. Ik heb zin in pannenkoeken, patat of pizza. Gewoon iets lekkers. Gewoon iets lekkers. Voordat ik mijn zakgeld al had, kon ik zelf pizza halen of patat of zo. Nee, ja, nog niet. Ja, ik heb helemaal niks meer om aan te trekken. Nou, deze heb ik al 100 keer aangehad. En ja, ik moet gewoon nieuwe kleren hebben. Nou, ik heb alleen deze trui nog en dit rokje. Want die andere dingen heb ik allemaal 10 keer of zo aangehad. 100 keer of zo. En ik wil gewoon een keer wat nieuws. Ik wil gewoon shoppen. Super saai om steeds hetzelfde aan te hebben. Ja, hallo? Eva, hoe is het? Wat hoor ik? Wat lult, Rosanne? Ik heb helemaal niks over jou verteld. Dat hoor ik me nou? Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Wie zegt dat? Huh? Wat lult, Rosanne? Ik heb helemaal niks over jou verteld. Helemaal niet verwacht van jou. Oké, dan hoef ik ook niet meer met jou om te gaan als je zo dingen achter mijn rug om zit te vertellen. En leugens over mij zitten vertellen. Dan wil ik echt geen vriendin met jou zijn, hè?
Oké, en ook niet met mij. Heb je al nieuwe vriendinnen, Mark? Oké, ga daar maar lekker mee om. Ze komen er zelf wel achter hoe jij bent. Dikke doei, doei. Eva. Oh nee, ik bedoel Rosanne. Doei, Rosanne. Zo, dat is ook gezegd. Ja. Oké, als je zo door blijft gaan, dan hou je geen vriendinnen meer over. Dat je... Waarom zeg jij dingen wat helemaal niet klopt? Tegen Eva, dat ik helemaal niet meer met haar wil afspreken. Terwijl... Even Rosanne bellen. Ja, hallo Rosanne, met Amy. Oh my god, ik ga zo echt niet naar school toe. Dikke vet puistje. Ik kan me echt niet vertonen zo. Ik ga niet naar school, man. Ik heb een dikke vette puistje. Dan kan ik echt niet naar school, dan loop ik verschut. Oh, heb je alweer met Eva afgesproken van de week? Stik er maar in, dikke doei. En we hadden het leuk. En dan ga je het opeens uitmaken. Vind jij echt een eikel? Wat? Oh, vind je Eva veel leuker dan mij? Hallo Victor, heb je mijn berichtje gezien, schatje? Huh, wat zeg je me nou? Dat meen je niet. Het werkt toch niet meer. Ik wil het uitmaken. Dan maakt het anders. Je gaat niet via de telefoon zeggen van... Hé, hey, ik wil het uitmaken. Ik vind diegene veel leuker. Ik wil met diegene verder. Dat vind ik dan. Je kan het gewoon eerlijk zeggen... Ja, want je bent al 4 jaar samen en dan ga je het gewoon erg. Nou, dit zeg je niet zomaar via de telefoon. Ik wil het uitmaken terwijl je de dag van tevoren met elkaar op stap bent geweest. Oh my god, ik moet echt gaan afvallen. Ik voel me echt vet dik. Ik heb maat S en ik voel me super dik. Mijn wenkbrauwen zijn lelijk, mijn haren zijn lelijk. Ik moet gewoon naar de kapper toe. Alles vind ik lelijk aan mezelf. Ik ga zo echt niet naar school toe, naar werk. Of wat dan ook. Zie je er echt niet uit? Lelijk. Ik heb dikke vette puistjes. Ziet er echt niet uit. Mijn wenkbrauwen zijn lelijk. Mijn haren zijn lelijk. Ik moet echt weer gaan spotten. Gezonder eten. Want ik zie er echt niet uit. Ik heb een dikke hanking. Hi Eva. Hallo, hoe is het? Goed? Oh mooi, dat het goed gaat. Met mij gaat het ook goed. Alleen, ik ben dat... Hi Eva. Hallo, hoe is het? Goed? Oh mooi, dat het goed gaat. Met mij gaat het ook goed. Alleen, ik ben dat enige geworden wat jij van de week op school bent geworden voor het eerst. En ik ben het nu voor het eerst. Echt een ramp. Ik heb buikpijn. Ik voel me echt niet lekker. Ik ben misselijk. Maar ook al heb ik weer een chocoladebui. Van de week op school ben geworden voor het eerst. En ik ben het nu voor het eerst. Echt een ramp. Ik heb buikpijn. Ik voel me echt niet lekker. Ik ben misselijk. Maar ook al heb ik weer een chocoladebui. Hi Eva, dit meen je niet. Ik heb net op internet kaartjes gezien van Pina en Michelle. En we moeten er echt naartoe en we ze aanbieden. En het is veel goedkoper nu. Dus we moeten echt naartoe. Oh my god, daar moeten we naartoe. Ik wil dat echt niet missen.